uit de mooie, prachtige Roemenië. Tot ging die deur open. Tijd voor volgende dag. Volgende dag starten we in Bulgarije, uiteraard, want we zijn ook in ons bed gedoken in Bulgarije aan de kust. We zijn iets landinwaarts getrokken. Ja, de hoofdact zeg maar, van Bulgarije. Het is nog een klein beetje wachten. We gaan nu een beetje legaal doen, als ik het zo mag zeggen. We gaan een legaal monument bezoeken. En dit ter ere van 1300 jaar Bulgarije. Dus hier is eigenlijk Bulgarije allemaal begonnen. We zitten nu in Schumann. Schumann, dat is het, Dries, ja? Schumann, ja, kust het. Schumann, ja, Schumannplein, dat is in Brussel ook waar. Hè. In Schumann. Schumel is de Vlaamse naam, zo staat het toch op Google Maps. Dus een inwoner van Schumel is waarschijnlijk een Schumelaar. Dit monument staat hier op 400 meter hoogte op een berg. En dat heeft niet alleen een mooie infrastructuur, maar ook wel een mooi uitzicht op de stad. Nu, de stad heeft ook al wat urbex kwaaltjes, ja, heel wat. Dus we hebben onderweg naar hier, naast een mooie hypermarkt, een oud verlaten voetbalstadion gevonden. Ja, met allemaal van die oude zitjes, heel veel decay, heel veel roest. Het zat intussen ook op de VIP-app trouwens. Daar hebben we geen beeld van gemaakt, wegens gewoon een keer snel kijken. Het kon er wel op, maar in elk geval, het is de urbex locatie en ook niet de enige. Dus we gaan nu een paar beelden schieten van dit monument, dus van 1300 jaar. Bulgarije. Thank you. We give it back after. Yes. Okay, it goes. Thank you. Magnifiek bouwwerk, magnifieke beelden, dat paard en zo. En die schildering op die wand. Het is een gebouw van 981. Dus ja, ter ere van 1300 jaar bestaan van Bulgarije. En met hier heb je toch wel een fantastisch, magnifiek uitzicht van de stad. Wauw, prachtig. Heel mooi panorama. En ik zie af en toe wel eens een huisje, gebouw, dat toch wel een beetje urbex uitstraalt, jawel. Geniet maar even mee van het uitzicht op deze berg van 422 meter hoogte. We zijn er bijna. Nou, toch een dikke 400 kilometer rijden door de Balkan, door de bergen van Bulgarije. Ups. Ja, de baantjes zijn hier wat redelijk hobbelig. We zitten tussen op een 1140 meter boven de zeespiegel. Ja, dat is hoger dan de hoogste berg van België natuurlijk. En echt waar, raar maar waar, nog altijd 3G of 4G. Ja, kijk, hebben we nog altijd 4G in the middle of nowhere in de bergen. Dat is bij ons en toch ook zeker niet in Frankrijk het geval. Dus dat is wel heel verwonderlijk voor Bulgarije. En ja, kijk, ik ben benieuwd naar die glimp, die ene glimp van
de eerste klim van het monument. Dit is gebouwd in 1981. En ze hebben het maar 8 jaar gebruikt. Ja, mensen die het kennen gaan zeggen, ja Jeroen, we weten waar je zit. Mensen die het niet kennen, ja kijk, ik blijf het herhalen. We gaan daar even te spannend houden. En het is voor mij even spannend, want ik wil het echt wel eens met mijn eigen ogen zien. Dus mooi maar 40. Ik denk niet dat die sneller dan 40 kan ook hoor. Waar zitten wij eigenlijk zo? Oh, oh, spannend. Bangelijk, bangelijk. Nooit gedacht dat ik het ooit zou zien. Uiteraard gaan we naar boven. Wow, wat een panoraam, wat een sfeer. Chance ook met twee natuurlijk. Mooi zonlicht zit daar ook op. Dus Bzlutsa heet deze. Het is alleen de naam van de locatie, maar ook de naam van deze berg. Het is in gebruik genomen in 1981 als communistisch hoofdkwartier. Jawel. En daarna hebben ze gezegd in 1989, dus maar 8 jaar later, we gaan dat niet meer gebruiken. Ja. Het heeft ook te maken met de val van het IJzeren Gordijn. Dus ja, dat communistisch gedoe werd een beetje ja, verminderd of bijna afgeschaft. Ik ken niet helemaal 100% de geschiedenis van het communistisch gedoe en van het IJzeren Gordijn. Maar het IJzeren Gordijn is dus de reden van sluiting. Of dat ze gezegd hebben, kijk, we gaan dat niet meer gebruiken. En sinds 1989 is dit een verlaten locatie. Jawel. Ik ben nu al pomp af. Niet alleen door de adrenaline, maar natuurlijk door de steile beklimming, zou ik zeggen. En we zijn er nog niet hoor. We zijn er nog niet. Dus na een rit van 4 uur bij de auto, is het nu even gaan met die banaan. Oh, ik zou ook naar boven, echt waar. Oh, oh. Ja, even terug op adem komen, want het is redelijk stijl. Ik sta dus gewoon onder dat UFO-ding. Bangelijk. Er stijgt wat water naar beneden. Meestal als we zo in deze buurt water zagen naar beneden, zeiken van daken, als het door de airco. Dus dat afvoer van de airco, maar dat kan dus in het geval niet zijn. Maar we zijn niet alleen. Nog 2 koppels. Wow, een goede dag. Komt er precies niet af. En ik heb zo het gevoel dat wij niet gaan binnen kunnen. Nee. Want iemand die echt wel naar hier komt, gaat ook binnen kijken of binnen zitten. En ik heb zo het gevoel dat we niet gaan binnen gaan. Ja. Nou, we gaan eens kijken natuurlijk. Hè. Eens helemaal rondgaan. Dit is vreemd. Hier staat gewoon een auto boven. Bulgaarse nummerplaat. Hier staat een cabine. Een cabine gelijk een kassa. Dat is raar. Bewaker. Het is een bewaker. Het wordt bewaakt ook al. Ja, er liggen veel flessen water in zijn... lege flessen water in zijn auto. Dat is een bewaker. Ah ja, uiteraard dicht. Hè? Wat een prachtige omgeving, wat een prachtig gebouw, wat een prachtige constructie. En er is maar zo één pareltje op deze wereldbol. Dat is hier
in Bulgarije. Jawel, jawel, jawel. Ik heb er echt wel van genoten. Ik ben heel blij dat ik dit heb gezien. En ook heel blij dat ik dit heb kunnen verfilmen en tonen aan jullie in dit Urbex TV seizoen 4. Jawel, helaas konden we niet binnen, maar kijk ja. Het is ook met een reden dat deze bewakerde staat. Het is ook helemaal niet veilig. Een donkere troep en ik denk ook heel veel vogelkak. Echt wel, het zit ook vol met vogels zoals je kan horen en zien. Goed, dit is ook intussen de laatste locatie. De laatste locatie van dit Urbex TV seizoen 4. Jawel, ik ben heel blij dat jullie enthousiast hebben gekeken naar deze afleveringen. Ik heb er meer dan een jaar aan gewerkt. Het heeft me heel veel energie gekost. Maar ik heb er echt wel van genoten van alle opnames, van de montages en natuurlijk ook van alle leuke reacties. Ik zou zeggen, blijf ons in de gaten houden. En wie weet zijn we volgend jaar terug met een seizoen 5. Who knows? Bye bye.